Hoe denken Mongolezen over de toekomst van het voormalig bauxietstadje? Dat is een vraag die aan de orde komt in de documentaire Casablanca van Magda Augustijn en Sam Jones. Augustijn maakte al eerder een informatieve film, De Mongolezen. In de nieuwe documentaire staan vooral verhalen van Oukaners centraal, de huidige Mongolezen. Maar ook oud-Mongolezen komen in beeld in de documentaire Casablanca. Vroeger was Casablanca een mooie huis. Echt waar. We kunnen een klein beetje dichterbij lopen, durft u dat? Wil je naar daar gaan? Ik wil wel wat dichterbij lopen. Dat komt nog. Casablanca betekent letterlijk wit huis. Het gebouw Casablanca staat in Mongo. En we gaan de documentaire maken over eigenlijk hoe de witte mens in het gebied van de Marrons is gekomen. De zwarte mens. Dus ja, Casablanca, wit huis. Dus dat is een beetje een metafoor voor de witte mens. En de witte mens, de Amerikaan en later de Nederlander, heeft veel achtergelaten op Mongo. Misschien ook wel veel nagelaten te doen. In de webdocumentaire die nog gemaakt moet worden, ligt het accent op de zwarte mens, de Oukaners die er nu wonen. We zijn heel nieuwsgierig ook in de documentaire over hoe hij kijkt de Maron nou tegen die geschiedenis aan. Eigenlijk is het gebied in mijn ogen vooral hun gebied. En de witte mens, Suralco, is daar eventjes gekomen en is weer weggegaan. En Marons die wonen daar, maar ze moeten nu ook weer verder met de toekomst. Ingezoomd wordt dus op de nieuwe verhalen. Portretten van verschillende Oukaners. De geschiedenis vanuit Maron-perspectief. Toch worden middels pop-ups ook andere verhalen aangestipt. Ondernemer, overheid, kunstenaar, onderzoeker, stagiair, kerk, geloof en de oud-Mongonees. Er zijn zoveel manieren van kijken naar Mongo. En het zou mooi zijn om dat allemaal samen te brengen. En dat er dus vanuit verschillende kanten naar de geschiedenis en naar de toekomst wordt gekeken. Casablanca. Mensen die Mongo nog uit de goede tijd kennen, blikken natuurlijk in weemoed terug. Ja, ja. Nu begreep je. Pa. Ja. Ze zijn emotioneel als ze zien hoe het nu gesteld is. Casablanca is zo mooi. Ja, pa. Ook verhalen van oud-Mongonezen uit Nederland, Amerika, Suriname zijn leerzaam voor Marons nu. Daarom een oproep. Ik heb gemerkt in Nederland zijn er ook heel veel Mongonezen, oud-Mongonezen eigenlijk, die zich nog heel erg verbonden voelen met Mongo. En af en toe gaan ze ook nog wel eens op bezoek naar Mongo, heb ik gemerkt. Dus voor als we gaan filmen, dan willen we heel graag iemand filmen die uit Nederland daar een bezoek brengt en daar rondkijkt. En dan ook iets horen over de herinneringen van vroeger. Dus dat kan zijn herinneringen over het ziekenhuis, het Suralco ziekenhuis. En de boerderij en de melk schijnt heel erg bijzonder geweest te zijn. De fabriek. De fabriek, ja, de alle werkzaamheden gewoon. En natuurlijk ook Casablanca, hoe mooi dat vroeger was. Dat is gewoon heel interessant voor een film om dat te zien. Ja, Casablanca. Heel interessant. De documentaire Casablanca wordt in oktober en november gefilmd en komt volgend jaar uit. Een reportage was dit van Sam Jones.